nodig, hè. Ik ga dat zonder microfoon doen, want volgens mij is die nog steeds weg. Dus nee, de microfoon is er wel. Maar jouw stem is nog goed na een week. Kijk, helemaal goed. Ik denk dat wij afgelopen week, wat ik vanmiddag op het parkeerterrein heb gezien, complimenten van de ouders en alles naar het internetteam, naar de keukenstaf, maar ook naar jullie leiders, die toch een week zorgen voor andermans kinderen. En dat is erg bijzonder. Vinden wij natuurlijk al een paar dingetjes in scène gezet. Je hebt het natuurlijk donders goed door wat ik met je bezig ben de hele week. Volgens mij een hele mooie rondrit door de duinen wat paard en van intensief, maar volgens mij heb je ervan genoten. Ook van alle ouders heb je een hele berg kaarten gehad. Ik weet niet hoeveel jij er hebt gehad, maar ik zat aan de kleine 30. Dus met de waarderingsuitingen erin. Ja, heel leuk. Dus dat was ook prima. Toos, we hebben jou van de week ook al een klein beetje in het zonnetje gezet. Want je staat hem toch al een jaar van je leven af. Ik zal het nog even benadrukken, zeg maar. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder. We hebben voor jullie eigenlijk nog wat. Ik wil voor je man, alsjeblieft. Maar we hebben ook nog wat voor jullie samen. Je hebt van de week natuurlijk al een aantal kaarten thuis gehad. En ik denk ook al dat je hebt gezien wie daarop stond als postzegel. Want als filatelist kijk je toch eerst naar de postzegel en daarna de kaart. We hebben er nog een setje bij zitten, ongestempeld, aan elkaar. Dus die kan dan in het album erbij. En bijdrage van de vereniging en alle jongens zijn met de pet rondgegaan. Hebben we kan je nog een mooi weekend weg met z'n tweeën. Met eten, met ontbijt. En we hebben er voor de zekerheid, en ik ben toch kok, over het algemeen, zit er ook nog een vorm bij om ergens anders te gaan dineren. Dus Hans, dankjewel voor 50 jaar. Ja. En als jubilaris krijg je natuurlijk ook de gouden versie erbij. 50, nogmaals, hij blijft heel erg bijzonder ook. Dus die wil ik je ook alvast overhandigen. Dankjewel. En ook, je bent eigenlijk gewoon een winnaar van het kamp geweest. En je hebt zoveel kinderen zo'n hoop plezier gebracht en zoveel tijd erin gestoken. En dat is gewoon voor gezinnen in Pijnlijke, voor kinderen in Pijnlijke is het gewoon bijzonder. En dus waar je nog medailleren. En item om mee te krijgen. En, zoals je ziet zijn ze bij jou ook erg belangrijk, bij mij zijn ze ook erg belangrijk, dus hij wordt weer officieel omgedaan. Dankjewel. Hans, Arjan, hartstikke bedankt dat ik eventjes te gast mag zijn, ik zou bijna willen zeggen, op jullie feestje als kamp van Olivio. Eventjes officieel in functie, omdat ik het leuk vind om natuurlijk op een aparte manier in het zonnetje te zetten. Toen jij zei van kunnen jullie nog wat betekenen, kunnen we iets regelen voor Hans, toen moest ik even heel hard nadenken, want ik moet zeggen, hij is al, zoals jullie waarschijnlijk weten, rijk gedecoreerd. We hebben eigenlijk al bijna alle officiële lintjes en alles wat er te doen is, hebben we al gedaan, dus er moest wel echt iets verzonnen worden. Ook landelijk was er niks meer te krijgen. Nee, zelfs landelijk was, ik heb de koning nog gebeld en die zei van nou, doe er nog 25 jaar bij en dan gaan we weer praten. Maar nee, het was iets wat we met elkaar moesten verzinnen. Nou, jullie zijn als kamp bijzonder creatief, moet ik zeggen. En wij moesten ook als Olivio eventjes goed nadenken. Nou, dat hebben we gedaan. Hans, zoals je weet, is het kamp niet de enige activiteit die je voor Olivio hebt gedaan. Een stapje terug om te doen. En dan heb ik het natuurlijk over het wedstrijdsecretariaat, alles wat je daar betekend hebt. Eigenlijk was dat op zaterdag de verkapte bestuurskamer, want wat daar gebeurde, de hele vereniging werd daar de goede kant op gestuurd. Letterlijk en figuurlijk. We hebben nu inmiddels een ploeg van 6 mensen die jouw taak heeft overgenomen. Ik ga maar even aanstaan. Er zijn nu 6 mensen die in ploegendienst draaien om jouw functie over te nemen. Maar we hadden toch zoiets van, we moeten toch een manier bedenken om jou nog daar ook wel aanwezig te laten zijn. En uiteraard kom je nog geregeld langs, maar ook als blijk van jouw, ik zou bijna willen zeggen, trouwendienst daar in die commissiekamer.
iets willen nalaten voor je. Dat. Nou, ik word er bijna emotioneel van, ik vind het een mooie moment, hè. We hebben de Nico van Overdam Hall. We hebben de Gerard Rutteplein. We hebben een aantal jaar geleden een kleedkamer omgedoopt tot de FK's kleedkamer. En ik wil jou nu vragen of jij even aan dit ding hier wilt trekken. En even kijken wat daar op komt te staan. Je voelt je waarschijnlijk al aantrekken. Je mag aan de iets van aftrekken. Dan gaan we even kijken of je hier op kunt rijden. Mijn tijd nemen ze op kop. Je speelt niet telkens. Uit de week. Hoppa! Iedereen die hier komt, die moet meteen zien dat het jouw kamer is. En de ploeg die erin zit, maar ook iedere keer eventjes zwaaien en dan aan de slag. Hey, het is je goed. Oké, dankjewel. Dat was natuurlijk goed. Er zijn er een aantal hoofdkampleiders, Hans. Dus we zijn er van harte uitgenodigd. Ik vond het volgens mij ook allemaal bijzonder dat jij dat zo lang doet. En dan vermaak je eigenlijk en geniet ervan. Dat is mooi. Hey, dankjewel. Veel plezier. Ook op kamp geweest en zo, en ook op kamp geweest. Ja, oh, ja. Jij ook natuurlijk. Ja, dat is goed. Op zijn leeftijd, toen hij met kamp ging, was hij nog in de wereld. Ja, leuk jongens. Nou, veel plezier. We hebben net de diploma's uitgereikt en het idee was om daar nog wat apart van te maken. En iemand zijn kunst hebben we daarvoor gebruikt, maar die heeft zijn eigen interpretatie eraan gegeven. Het is zeker geen diploma geworden, maar wel een mooi herdenking aan het zand, denk ik, als ik het zo mag omschrijven. Ik wil namens de Brede Kampcommissie jullie keer bedanken voor je uren en je tijd van schilderen. En ik zou het niet kunnen. Nee. Ik heb wel de verhalen voor. Dus ik hoop ook dat ik mezelf aan wil bieden als hoofdleider ook. Namens al dit kampleider, nogmaals hartelijk dank. Dat is nog wel oud. Ah, is mooi. Ja, drink lekker een biertje, haal oude verhalen. Hey, dankjewel.